hebben net gekeken naar Sanctus Real met Lead Me. Het nummer heeft een heel bijzonder verhaal. Want de schrijver heeft het geschreven toen hij het heel moeilijk had. Het ging niet goed in zijn huwelijk. Hij besteedde te veel aandacht aan zijn carrière in plaats van aan zijn vrouw. En het liep gewoon spaak, zijn huwelijk. Toen is hij gaan bidden en toen zei hij tegen God: wilt u mij helpen om mijn vrouw te leiden en om mijn kinderen te leiden? En als je meer over dit nummer wil weten, kijk even op sanctusreal.com. Daar staat een gebed en allerlei andere mooie tools. Zodat misschien als jij het moeilijk hebt, dat het jou kan helpen. Iemand die mij vandaag komt helpen, dat is de dame Nicole Bus. Hey. Hey. Hoe gaat het? Goed, hoe gaat het met jou? Ja, heel erg goed, want jij bent hier. Het is te lang geleden. Er is zoveel gebeurd sinds dat we elkaar voor het laatst hebben gezien. Inderdaad. De eerste keer dat ik je weer zag sinds lange tijd, was gewoon op tv tijdens Op Zoek naar God. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Het was een hele mooie ervaring. Vooral als je iemand die God niet kent mag leiden in een land waar Jezus heeft geleefd. Mm-hmm. En waar het verhaal van Jezus ook zich afspeelt. Israël. Ja, Israël. En het was gewoon heel mooi. Het is dat je datgene wat jij hebt aan zo'n persoon kunt meegeven. In dit geval Lieselot van Dijk. Oké. Ja, het zag er ook heel... Ik vind het een van de mooiste programma's die de EO sinds lange tijd heeft gemaakt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Yeah. Ik zag je, daarna zag ik je bij De Wereld Draait Door. En op het journaal gewoon, want je hebt de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Ja, klopt. Ja. Man, inderdaad. Die ervaring. Hoe is dat gegaan, de Grote Prijs? Om de Grote Prijs, ja, we hebben er echt een jaar naartoe gewerkt. Dus het was echt een afvalrace. En soms ook heel lang wachten. Maar je ziet het, we hebben de overwinning behaald. En ja, ik ben er hartstikke blij en trots mee. Je bent nu bezig met een Engelstalig album, als het goed is, hè? Ja, klopt. Wanneer ga je het uitbrengen? Eind 2010, 2011? Heb je al plannen? Dit jaar nog. Dit jaar september. Oké. Staat gepland. En wat voor stijl ga je doen? Wat wordt het? Wordt het echt acoustic? Wordt het soul, Alicia Keys-achtig? Wat kunnen we verwachten? Het gaat een mix worden van neo, soul, acoustic. Een beetje Lauryn Hill vibes, Corinne Bailey vibes. Om de mensen een beetje een beeld te kunnen geven. Maar ik denk, ja, we zullen wel invloeden gebruiken, maar het zal wel totaal iets nieuws zijn. Het is echt Nicole dus. Ja. Je hele creativiteit en je eigen geluid wil je vooral daarop zetten. Juist, ja. Over jouw eigen stijl gesproken, Jerusalem is echt jouw nummer. Je hebt het gedaan bij De Wereld Draait Door. Ik heb het op 3FM bij een filmpje gezien. Ja. Vertel eens wat over het nummer, want je gaat het straks ook voor ons spelen hier in G-Time TV. Ja, klopt. Het nummer heb ik als metafoor eigenlijk geschreven. Dus het gaat over mijn leven. Over een periode in mijn leven waar gewoon alles slecht ging. En waar ik de hand van God echt zocht. En die ook gezien heb. Mm-hmm. Dat nummer gaat eigenlijk over van dat ik weer opsta en dat ik er gewoon weer voor ga. Oké, daarom dat rouwen ook. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk echt geweldig gewoon. Dat rouwen, dat echte, dat het je raakt. Het is gewoon dus heel persoonlijk. Ja, inderdaad. Oké. Nou, kijkers, zometeen gaat Nicole voor ons zingen Jerusalem. Nicole Bus. Jerusalem. Judge of Jerusalem, Judge of Jerusalem, Judge of Jerusalem. Oh, when I think about the way things seem to change, all for the good in your presence. When I think about the way you call my name, I can only thank you. You've been good to me. Oh, you are all I need. How I worship thee. Holy, holy. Jerusalem, dry your eyes. Jerusalem.